We zijn vanavond in de zaal De Slager. En we maken ons klaar voor een schaatskliniek onder leiding van Jan IJzer Kromkamp. Het wordt een hoogstaand niveau met heel veel energie erin. En we gaan nog meer doen. En wat we verder gaan doen, jongens, dat is voor iedereen die aanwezig is nog een verrassing. Voor ons niet. We hebben een prachtig parcours uitgezet. Het komt ongeveer overeen met de barre Elfstedentocht van 1963. Er wordt gekluund. We gaan onder de bruggen door. Ze kunnen de lol nog op vandaag. Een warme hulp onder de deskundige leiding van Jan IJzer Kromkamp. Dat is ons Jan. Achterlijf, knie naar binnen en dan neerzetten. We zetten die daar neer en dan is het. Hup. Kijk, dan gaan de heupen op het laag mee. Dan. Jan is een heel bekende marathonschaatser. Volgens mij heeft hij wel een halve eeuw volgemaakt. Ontzettend veel jaren op topniveau. Heeft aan 3 Elfstedentochten meegedaan. Jan, kan je nog herinneren in welke jaren dat was en wat de resultaten waren? Ja, dat weet ik allemaal nog precies. Ik was net aanrijder geworden in 1984. Ik had nog nooit 200 kilometer geschaatst. Ik was zo groen als gras in het A-peloton, marathonschaatsers. En toen mocht ik in 1985 al de Elfstedentocht rijden. En ja, dat was echt een belevenis. Ik wist helemaal niet hoe ver 200 kilometer was. Dus dat was voor mij wel echt een heel groot leermoment. Je hebt heel veel overwinningen gehad. Kan je nog in je geest halen wel de mooiste overwinning is geweest? Ja, dat kan ik je zo vertellen. Dat was volgens mij was 1991. Ik zat in een ploeg met Piet Kleine, Evert van Bentum en Henk van Bentum. En we hadden een hele mooie natuurreiswinter toen, heel veel klassiekers. Jammer genoeg geen Elfstedentocht. En toen won ik de 200 kilometer van Zevenhuizen, de Rottermeerentocht. Dat is vlak boven Rotterdam. En het was in die jaren, was het na de Elfstedentocht, was het een van de belangrijkste wedstrijden voor marathonschaatsers, samen met de Veluwemeer die ook 200 was. Ik kan me herinneren dat er ooit een keer een overwinning was met een enorme discussie en Erik Hulsebos. Kan je dat nog iets naar voren halen? Ja, dat was het jaar erop. Dat was 1993 was dat. Dat was het Nederlands kampioenschap natuurreis, 100 kilometer in Maasland. Het was die dag gigantisch slecht weer in Nederland. Heel Nederland zat voor de buis om naar het NK te kijken. Dat was een zogenaamde regen- en regenwedstrijd. Het begon te dooien die nacht ervoor en de dag erop. En Erik en ik bleven met z'n tweede over van het hele peloton. En wij moesten dus erom omstrijden wie Nederlands kampioen werd. En ja goed, uiteindelijk hebben ze Erik aangewezen als Nederlands kampioen. Want wat bleek nu? De finish was op een lange recht stuk aan de kant van de ijsbaan, van het wedstrijdparcours. En de wedstrijdbegeleiding, de wedstrijdleider had geen rekening mee gehouden dat door de regen dat die finishstreep wel eens weg zou kunnen zijn geregend. Maar ze maken de finishstreep altijd van siroop. Ja, siroop en water. Ja, ik kun je wel raden wat er gaat gebeuren. En toen wij daar finishten, toen was de finishlijn weg. En toen hebben ze gezegd van ja, wij een kwartier na of een half uur na de wedstrijd hebben ze Erik aangewezen als Nederlands kampioen. Er zijn heel veel mensen die noemen jou ook wel de schaatsende regisseur. Van waar de naam? Ja, ik heb eigenlijk in mijn hele schaatscarrière, in diezelfde periode, heb ik ook altijd bij de recherche in Friesland gewerkt. En ja goed, dat in die jaren, in de beginjaren, werd nou wel eens heel vaak je beroep werd gekoppeld aan je schaatscarrière in krantenverslagen voor de televisie. En ja, zo is dat ook gekomen. Ik heb net al bij Tilde gehoord, je schijnt ook een bijnaam te hebben. Hoe was dat en waar heb je dat aan te danken? Nou, Jan van Ommen, die is jaar en dag is die speaker geweest bij het Schieleren. En vanaf 1986 af, toen hebben we een ontzettende opmars gehad van het Schieleren op de Veluwe en het oosten en het noorden van het land. We reden toen echt gigantisch veel wedstrijden in die eind van die 80e jaren. En dat lag mij bijzonder. Naast het marathonschaatsen gingen we in de zomer als training gingen we schieleren.
Iedereen kent wel de Ruitenbergjes, Dries van Weijen, die mannen. En daar reed ik ook bij. En ja, dat lag me bijzonder. En ja, wat dat betreft, ik won zo verschrikkelijk veel wedstrijden. En toen heeft Jan van Ommen, die heeft die bijnaam van de Kannibaal verzonnen. En de Kannibaal, dat refereerde hij aan Eddy Merckx, die ook geweldig veel wedstrijden won met wielrennen. Ik wil je sowieso bedanken voor het interview. En dank je voor de instructie. Ik denk dat er heel veel talent aanwezig is in Ommen. Geweldig. En misschien kan je nog een oproep doen aan de Ommermensen om toch lekker met schaatsen bezig te zijn. Nou, kijk, ik loop en fiets en schaats ook in Ommen al een tijdje in de ronde natuurlijk. Ik verblijf hier al een paar jaar. En ik moet wel zeggen, ik wil de mensen van de ijsbaan wil ik toch wat mijn complimenten geven op de manier waarop ze hun spullen onderhouden, hoe ze het organiseren, hoe ze met het ijs bezig zijn. En ik hoop dat we ook ooit hier in Ommen nog eens een keer een marathon kunnen organiseren voor de aanrijders. Dat zou hartstikke leuk zijn, maar het is echt een heel leuk baantje. Het is gezellig daar. En dat hoort op een gegeven moment bij een goede ijsclub, vind ik. Oké, we hebben nu net genoten van een heerlijke schaatstocht. Het was bar en boos, dat vergelijk ik met 1963. En tijdens die tocht hebben we nog een hele bekende schaatser gezien. Meneer Henk Veuring uit Ommen. Henk, wat heb jij nog met schaatsen? Nou, ik ga elk jaar naar de Waaijenzee toe. Dat is de alternatief wel stedentocht. En daar gaan we een weekje naartoe. Samen met mijn vrouw. En dan ik schaatsen meest twee keer 200 kilometer. Twee keer 200? En doe je dat achter elkaar aan? Of zijn dat op verschillende dagen? Nee, achter elkaar aan, dat zou nog gek worden. Het is wel op de verschillende dagen. Er zitten twee dagen tussen, meestal op een dinsdag en dan zit er een woensdag, donderdag tussen en op de vrijdag doe ik hem een keer weer. Ja, je bent echt een persoon van heel veel sport, sterke spieren. Ik heb jou ook wel eens bezig gezien met touwtrekken. Kan je me daar iets van vertellen? Ja, dat klopt. Ik ben ooit eens begonnen als touwtrekker, zeg maar. Hier bij een club hier in Ommen, in Arjen. Dat is de touwtrekkervereniging Arjen was dat. En ik ben daar 10 jaar lid geweest of zo, ongeveer, dacht ik. Ja. En op een gegeven moment was ik zoiets van, nou, er zit meer in mij. Wil ik daar wat in bereiken, dan moet ik naar een andere vereniging die wat meer accommodatie heeft en dergelijke. Toen ben ik lid geworden bij een vereniging in Holten. Maar ook met goede trainers en dergelijke er allemaal bij. En daar heb ik me ook beter kunnen ontwikkelen en kunnen ontplooien. Dat heeft dus geresulteerd. Op een gegeven moment werd ik uitgenodigd voor het nationaal team. En ik ben met het nationaal team eigenlijk een beetje de hele wereld over geweest. Ik ben in Taiwan geweest, Amerika, naar al de Europese landen een beetje. En dat heeft eigenlijk een EK opgeleverd, een Europees kampioenschap en 2 keer een wereldkampioen. Volgens mij moet je ontzettend sterk zijn. Ik wil toch nog even een armpje met je drukken. Even kijken wie de sterkste is. Dat ben ik of jij. Oh, daar gaat hij. Even kijken.